zwembad. Dat is het concept sowieso van het zwembad. We hebben gekozen heel veel open ruimtes te hebben. Dus in de horeca is een goed zicht op de sporthal die na het zwembad wordt gebouwd. Ook heel goed zicht op het zwembad zelf. Dat is heel belangrijk. We hadden, Erik vertelde net al iets over de horeca. Dit is het magazijn van de horeca. Straks niet meer het geval. Wat ook een punt is dat uiteraard rekening houden dat mensen die slechte benen hebben of gebruik maken van een rolstoel, dit goed binnen kunnen komen. Het zwembad heeft ook straks beweegbare bodems. Dat is allemaal zaken waar we uiteraard rekening mee houden. En dan komen we in het recreatiebad en daar gaan we nu maar eens kijken. Als we nu even... Een beetje te diep voor jou, denk ik. Met ook een aantal elementjes erin. Daar komt dan een knuffelbak. Ja. Knuffelbak, hè? Ja, de bubbelbak. Bubbelbak. Geen bubbelbak. En hier, dit gedeelte, dat is allemaal van binnenkant. Dit gedeelte, dat is allemaal van binnenkant. Dat is straks de woonkamer waar die mensen kunnen. Dat was verwacht naar een positieve. Helaas, dat is dan een soort van.
Thank you.